Wauw. Heel goed gebracht. Je hebt er ook de stem voor om dit soort van nummers te brengen. Mag ik je naam weten? John Woolley. En dat is je echte naam? Ja, mijn echte naam. En hoe oud ben je? Jong. Hoe jong ben ik? Ja, hoe jong ben je? 67. 67. All right. Goed, goed. Ik vind het echt heel goed geperformed. Dat vind ik heel belangrijk. Dank u. Dit soort nummers zeker, want dat hangt echt... Absoluut. Dat valt of dat staat... met het brengen van het nummer, erin geloven. Je gelooft er ook heel sterk in. En toen ik omdraaide en ik zag je bezig, dan wist ik van inderdaad, hij staat het niet gewoon te zingen. Hij brengt het met heel zijn lichaam, met alles wat je hebt. Vandaar, je hebt maar één ding te doen. Dat is voor mij kiezen. Je gaat me van in begin mee. Ik dacht, oh amai, wat is dit? Ik was overweldigd. En ik zag ook mensen in het publiek die ook overweldigd waren. En de reden waarom ik ook heb omgedraaid, uw uithalen, uw screams, ja, die waren zo on point. Dat was keigraaf. Ah, dank u, dank u. Ja, dat is keigraaf. Wat moet ik daaraan toevoegen, John? John, jij zingt al uw hele leven lang. Ik ben begonnen in een jeugdbeweging en dan in een bandje gaan spelen. Ik heb altijd iets gedaan met muziek. Altijd. Ja. Dus je speelt ook in een muziekinstrument? Ik speel een beetje gitaar. Ik mag meekrabben met de rest. Ja. Ik ben maar de krabber, hoor. Helmut, jij draaide niet, waarom niet? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik was niet overtuigd van de groove in het begin. Sorry. Oké. Okay. Ja, dat kan. Dat is niet erg, John, want we hebben er drie omgedraaid. En ik wacht nu op de woorden, ik kies voor Natalia. Dat is het moeilijke, hè, de keuze. Ja. Ja, kiezen is altijd een beetje verliezen, natuurlijk. Nu gaan we weten of je ook nog verstandig bent. Dana, een pracht van een dame. Ja, de Walter ga ik straks een pint mee drinken. Ja. En Natalia dan. Kan gemakkelijk mijn derde dochter zijn. Extra... Ja, maar ik ben de oude rot van de Voice. Hè? Ja. Extra... Ik zou zeggen, begint eraan. Ja, extravert en een beetje ruig. Volgens de muziek. Dus als ik echt eerlijk mag zijn... Ja, moet. Je mag moet bij Natalia AUB. Yeah! Welkom. Dank je. Ja. All right. Zal ik je zeggen?